eigenlijk heb ik in het klein mijn eigen praktijkje bij me. Ja, dat is super. Ik ben Ursula, ik ben een ambulant pedicure. En we zijn nu op weg naar de Kristal in Nesselanden, waar ik vrijwillig twee verwendbehandelingen ga geven. In verband met de week tegen de eenzaamheid. Wat merk je als je bij de mensen thuis komt? Ik heb altijd een beetje op je zitten te wachten, omdat ze het fijn vinden om op dat moment even aandacht te krijgen. Ja. Hallo, dag, ik ben Ursula. Ik vind het gezellig dat je er bent. Nou, ik heb een hondje dat ik 4 keer per dag moet uitlaten. Ja, en eigenlijk blij dat u het gedaan heeft. Ik vind het, nou, toen ze heel klein was, nou, toen dacht ik... Ja, het is gewoon weer een kind in huis. Om dat hondje zinnelijk te krijgen natuurlijk. Aan welke activiteiten doet u zelf mee? Ik ga naar koersbal. Een bal met een band, dus het is niet helemaal rond. En die gaat koersen als je hem met een bepaalde techniek gooit. Het is op een lange groene mat. En daar gooien we eerst een klein wit balletje. Daar moeten wij als koersballers dan zien zo dicht mogelijk erbij te komen. De reporter van Rotterdam is mijn vriendin. Ja. En die had het over dit project. En toen dacht ik, nou, dat vind ik wel erg leuk om daar aan mee te werken, ja. Vrijwillig. Dus vandaar dat zij dit zo heeft opgezet en ik daarom meewerk. Nou, dat vind ik helemaal leuk. Daar zijn vrienden voor, hè? Ja. Ik vind in mijn werk belangrijk dat de aandacht die ik geef dat die goed is. En dat als ik weg ben, dat de mensen blij zijn. En dat ze dan, wanneer ik weer kom, dat het dan ook pas weer nodig is. Nou, kleinkinderen die zuchten, die zeiden, oh oma, je woont zo ver. Als je nou in Rotterdam zou wonen, dan kwamen we veel vaker. Niet dus. Ja, studeren in Amsterdam of weet ik veel waar ze zijn. Er zit er een in Australië die is gaan backpacken. Nou, die zie je natuurlijk niet. Als ik moet gaan verhuizen, dan wil ik hier wonen, in de Kristal. Zoveel jaar in de Rokanje gewoond. Ja. En nu naar Rotterdam. Ja. Van waar die stap? Vanwege toch de opkomende eenzaamheid. Dat was nou opkomende eenzaamheid. Waar ik vond dat ik daar iets aan moest gaan doen. Toevallig dat dan iemand onder mijn hand is die uit Rokanje komt. Niks is toevallig vandaan. Nee. Nee, hè? Nee. Zeg ik ook altijd. Ja, dat is echt zo. Nee, maar toen had ik mijn huis in de verkoop gezet om toch naar Rotterdam te gaan. En dat lukte niet. Dat was in de crisis natuurlijk. Dus ik had zoiets van, ik haal het uit de verkoop. Ik blijf hier. Dus ik mijn tuin op laten knopen en heel, dat is alles gedaan. Toen was dat allemaal klaar. En toen dacht ik, ik ga mijn huis verkopen. Dus toen heb ik mijn huis verkocht. Was binnen 1 dag verkocht. Echt? Ja, echt eerlijk waar. Super. Die tuin, die heeft het toen gedaan. Nee, de crisis was voorbij. Oh,